Dankjewel. Oké, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jos Blom. En ik zal... Hoe gaat die verder? Deze, denk ik. Ja, helemaal goed. Warmte is hot, ja. En koude heb ik toegevoegd. Ik ga eerst mezelf introduceren. Mijn naam is Jos Blom. Ik ben bioloog van oorsprong, afgestudeerd als koraaldeskundige. Na mijn studie en reis over de wereld ben ik omgeschoold in IT. En die IT heb ik 20 jaar toegepast in de energiesector bij Alliander en dienstrechtsvoorgangers. Tijdens die periode van IT was de spannendste fase natuurlijk de vrijkomen van de markt. Waarin zeg maar het hele bedrijf op zijn kop gezet werd en een geïntegreerd bedrijf opgesplitst werd. En allerlei subonderdelen zoals leveranciers en netbeheerders en meetbedrijven en balansverantwoordelijken. Dat was een redelijke chaotische periode. Ook nog een financiële studie gedaan en tot slot nog een energiestudie op de TU Delft. En die combinatie heb ik de laatste 10 jaar bij Alliander kunnen botvieren om nieuwe rollen te ontwikkelen. Vanuit een collectief perspectief, waaronder ELA tevoorschijn gekomen is. Maar ook warmtenetten zijn ontwikkeld. Lokale energiesystemen werden toen al als thema opgenomen. Tot 5 jaar geleden, onder leiding van een nieuwe CEO, die bedacht dat alles door de vrije markt opgepakt zou moeten worden, we samen met min of meer 100 mensen eruit getrapt werden. En toen kwam ik in die periode Kees Kolen tegen. En Kees Kolen was een dynamische ondernemer die Booking opgericht heeft en Uber groot gemaakt. En hij had energietransitie ontdekt als van, hey, dit is interessant. Er gaan disrupties plaatsvinden. De bestaande partijen die gaan omvallen. En er komen nieuwe spelers. En ik word een van die nieuwe spelers die op wereldschaal duurzame energie voor iedereen toegankelijk gaat maken. En dat was een interessant verhaal. Dus in één keer ging ik voor mijn gevoel Champions League spelen in plaats van bij een regionale netbeheerder. En de afgelopen 5 jaar hebben we dus... En eigenlijk was het uitgangspunt van zon wordt de goedkoopste bron. Dus dat is eigenlijk een inkoppertje. Als je gewoon naar het verleden kijkt, zie je de prijzen van zonnepanelen gewoon dalen. Elk jaar 10%. En dat gaat nog wel de komende tientallen jaren door. Dus zon wordt de bron en als je dat als uitgangspunt neemt voor je energiesysteem, krijg je een raamwerk waar hier de bedrijven zijn waar we afgelopen 5 jaar in geïnvesteerd hebben. Met een grote portfolio aan bedrijven die zonne-energie oogsten. Dat voornamelijk nog in Nederland, maar in principe ga je dat wereldwijd doen natuurlijk. En een grote hoeveelheid bedrijven die in een opslag- en een conversiehoek zitten. Batterijsystemen. Redox flow batterijen, maar ook conversies naar waterstof en ook ammoniakfabriekenbouwers zitten ertussen. Ondertussen is mobiliteit opkomen zetten natuurlijk, waar we nodig investeringen in gedaan hebben. We hebben een paar fabrieken die gewoon bouwen. In Hengelo zit gewoon een fabriek die laadpalen in elkaar schroeft, daar is een groot tekort aan. En smart grids die draait batterijcontainers in elkaar, gebaseerd op cellen die uit China importeren. En de laatste paar jaar zijn we steeds meer in de softwarehoek gaan ontwikkelen. Want al die boel moet aan elkaar gebreid worden. En last but not least aan de zijkant zijn meer de innovatieve takken van sport waar we proberen ook een onderdeel van te zijn in dat ecosysteem. En hoe zijn we gekomen aan dit portfolio aan bedrijven? Dit is gebaseerd op een raamwerk wat ik in mijn Alliander tijd gemaakt heb. Sommige oud-collega's die hier in de zaal zitten, die herkennen het vast wel. En eigenlijk als je over energiesystemen praat, moet je 3 dingen altijd meewegen. En Melissa, de vorige sprekers, had het over de sociaal-economische vorm, zeg maar. Wat vinden mensen belangrijk? Hoe kom je bij elkaar? Wat zijn de wetten en regels? Kun je er geld mee verdienen? Dat vind ik eigenlijk de meest complexe wereld. De wereld waar ik meer in thuis ben, is de fysieke wereld. In de fysieke wereld heb je gewoon natuurkundewetten waar je aan moet voldoen. En als de natuurkunde niet klopt, moet je er gewoon niet in investeren. En bijvoorbeeld de waterstofhype die nu in Europa en Amerika massaal opkomt. De natuurkunde zegt dat een deel van die waterstofinitiatieven gewoon onzin is. Moet je gewoon niet aan beginnen. Maar er is een zware politieke wil om waterstof op de kaart te zetten. En voor veel mensen is het een gevoelig thema. De meeste mensen, als je vraagt in mijn omgeving, wat vind je van waterstof? Moeten we waterstof gaan rijden of huizen verwarmen? Zegt iedereen, ja, prima, gelijk doen. Als je de natuurkunde erachter kent, kom je al gauw tot een conclusie. Sommige dingen zijn stom en sommige dingen zijn heel slim om te doen. Maar daar ga ik het vanmiddag niet over hebben. Dat is waarschijnlijk een hele aparte dag waard, bij wijze van spreken. En de IT-hoek natuurlijk. Ik heb 20 jaar ervaring in de IT. En hier komen de revoluties uit.
artificial intelligence is het laatste jaar opgekomen. 5 jaar geleden kwam blockchain om de hoek kijken. En volgend jaar, over 2 jaar, komt er iets opdrijven die we nu nog niet kunnen voorstellen, waar we door verrast gaan worden. Dus dit, en eigenlijk, als je over energiesystemen praat, moet je op alle 3 de domeinen moet je een verhaal hebben en snappen wat er speelt om de juiste investeringen te kunnen doen. Op het moment dat je naar de natuurkunde kant gaat, daar wil ik even op inzoomen, heb je tussen de bron en de toepassing heb je eigenlijk maar 3 processen die je in het snotje moet krijgen. Je oogst wat en verder je gaat het transporteren, verandering van plaats, je gaat het opslaan, verandering van tijd, of je gaat het omzetten in een andere energiedrager. En eigenlijk in de IT-kant heb je hetzelfde. Je hebt een bron van data met sensoriek natuurlijk. Je slaat het op in datacenters, je transporteert het met telecom of je zet het om in andere vormen van informatie door AI. En zelfs die verandering tijd en plaats kun je ook op de sociaal-economische wereld loslaten. Iemand wil wat, helemaal bovenaan. Je gaat zelf aan de slag. Als je het zelf niet kan, moet je het inkopen. Dus geld is een belangrijk thema in de sociaal-economische wereld. En geld had vroeger 2 functies. Je kon het waarde door de tijd meenemen. Die functie heeft het nog steeds. En je kon het in je portemonnee douwen en meenemen verandering in plaats. Die laatste functie, verandering van plaats, is door de IT-wereld overgenomen. Geld is overal toegankelijk. En verder heb je natuurlijk nog de conversie van geld op markten waar je er andere spullen voor kunt kopen. Dus verandering plaats, tijd en omzetten in een ander fenomeen is een fascinerende. En op het moment dat je in de fysieke wereld gaat kijken en je hebt het over conversie naar andere energiedragers, moet je ze ook benoemen. Anders ben je gebakken lucht aan het verkopen. En er zijn eigenlijk maar 3 belangrijke energiedragers. Iedereen heeft het altijd over stroom. En stroom is maar 20-25% van ons totale energieverbruik. Heel veel komt natuurlijk op moleculen aan. Olie, gas zijn de belangrijkste vormen natuurlijk. Maar de laatste is warmte. En warmte is eigenlijk het vergeten kindje in energietransitie. Omdat iedereen het over stroom heeft en iedereen het over waterstof heeft. En ook in ons nationale energieplan kom je warmte niet zoveel tegen. Dat is een thema wat een beetje vergeten wordt, vind ik. Het lastige van warmte is, dit kent 2 verschijningsvormen. Het kent een stralingsvorm in de vorm van infrarood, wat meer op elektriciteit lijkt. En het kent een verschijnselvorm van spullen die warm worden. Moleculen gaan harder trillen. Dus het heeft een moleculaire verschijnsel. Dus in ons hoofd is warmte 1 ding. Voor de natuurkunde zijn warmte 2 verschillende componenten die we toch geïntegreerd op een of andere manier oplossingen moeten voorzien te vinden. Met dit verhaal in de achtergrond ga je conversies plegen tussen warmte, stroom en moleculen. En dat zijn de hotspots van energietransitie. Als je van stroom naar chemie gaat, heb je electrolyzers natuurlijk. Aan de andere kant op heb je brandstofcellen. Dat zijn de belangrijke apparaten van de toekomst. En daar is, bij kolenindustries hebben we ook geïnvesteerd in electrolyzer- en brandstofcelontwikkelingen. Want als je op die plek zit, heb je een cruciaal punt voor technologie die heel groot gaat worden. Aan de andere kant heb je natuurlijk de heat to power. Dus eigenlijk een wereld van de klassieke centrales waar warmte omgezet werd in stroom. Maar aan de andere kant op heb je natuurlijk de warmtepompen. Daar zitten we nog niet in. We zijn al heel lang op zoek naar een goed warmtepompbedrijf, liefst uit Nederland, die de mogelijkheid heeft om naar wereldschaal te kunnen groeien. Dat is wel een voorwaarde voordat we gaan investeren. En tussen warmte en moleculen verdwaal je in de mogelijkheden die er zijn, want elke chemische reactie die plaatsvindt is exo of endotherm. Er gaat warmte in of komt warmte uit. Dat is een complexe wereld waar ik niet in thuis ben, maar wel waar heel veel nieuwe dingen gaan gebeuren. Dit is een plaatje van McKinsey die ik vorig jaar tegenkwam. En daar wordt gezegd, er zijn 7 warmtebronnen die CO2-neutraal zijn. Biomassa, solar, warmteoogsten, waterstof, biogas, elektriciteit. En zeg maar, zoals wij bij kolenindustries naar kijken, is biomassa gaat het niet worden als warmtebron. Omdat er gewoon veel te weinig biomassa is in de wereld om dat als warmtebron te kunnen voorzien. Maximaal 5% van de huidige energievraag kun je uit biomassa halen. Solar, thermie, zijn we nog niet over uit. Dat is een vraagteken. Ga je dat nou oogsten of niet? Waterstof, wat er eerder aankomt voor warmtevoorziening,
zien wij niet zitten in ieder geval, hoeveel veel partijen daar wel mee bezig zijn. Biogas gaat om dezelfde redenen als de eerste niet worden. Dus die laatste drie, die gaan het dan worden. Hè? Elektriciteit, opslag en warmtepompen, dat zijn de zaken waar je rekening mee moet houden in de warmtevraagstukken. En wij hebben daar op dit moment nog maar één bedrijf die daar een oplossing voor heeft. De warmteopslagsystemen die ik even als laatste wil pitchen. Het eerste project wordt nu toegepast in Noord-Holland. Waar PepsiCo, een bedrijf die een grote gasvraag heeft, daar worden de chips gebakken op 200-300 graden. En ze hebben een groot zonnedak waar ze de stroom niet kwijt kunnen vanwege congestie in het netwerk. En wat gebeurt er nu? Dat zonnedak die stroom over heeft, duwt dat gewoon in een warmtebatterij. In die warmtebatterij kan temperaturen tot 1500 graden opgeslagen worden. In dit geval wordt maar tot 800-900 graden die batterij verwarmd. En uit die warmtebatterij worden de olie in de fabriek warm gestoken om de chips te kunnen bakken. Het voordeel van zo'n warmtebatterij is dat er, als er warmte weglekt uit de schoorsteen, kun je dat ook nog weer terugpakken. Die warmtebatterij is zo opgebouwd dat je de rookgassen doorheen kan jassen, zodat je restwarmte die meestal in de lucht geloosd wordt ook nog eens een keer kunt opvangen, zodat je de warmte probeert circulair te houden. Dit is gelijk het eindje van mijn vraag. Ik zie jou rondlopen, dus de 10 minuten zijn om. Ja, zeker. Dankjewel voor